Kappingen, oktober 1944. Maatje Kesterlo, de oudste van 8 kinderen, is 17 jaar. Vader is hoef- en kachelsmid in Kappingen. Heeft een zaakje in de Dorpstraat, maar het gezin woont pal tegenover de kerk. Het was oorlog en dat voelde je. Elke dag. Het was allemaal heel onzeker. Een onzeker gevoel dat er toch oorlog was en dat dat steeds dichterbij kwam. En dat was ook zo. Op 3 oktober bombarderen de geallieerden de dijk van Westkapelle. Op 7 oktober de Nollendijk in Vlissingen en de zeedijk bij Rammekes. Het gevolg van deze bombardementen, dat een groot deel van Walcheren onder water stond, was in Kappingen nauwelijks bekend. Dat zijpelde alleen door dat we merkten dat alle sloten, sprenken en watergangen overliepen. Er kwam steeds meer water en toen hoorden we, ja maar de dijk bij Westkapelle is deur gegooid en daar komt dat van. Maar niet wetende dat dat erger zou worden of dat we daar last mee zouden krijgen. Nee, er staat nog veel water op de lage plekken, zeiden ze dan. En toen was Veren aan de beurt. Op 11 oktober 1944 bombarderen de geallieerden met 60 Lancasters de dijk. Maatje is die dag nog gewoon op pad geweest. En ik kwam thuis en toen zei mijn moeder, er is bij Oost Watering uit de vliegtuigen iets gevallen. Het leek hem wel of ze manden erpels uitgooiden. Oh, maar er ontplofte niks, je hoorde niks en verder niet. En de vliegtuigen waren weg. En mijn vader kwam uit de smissen koffie drinken om 4:30. En ineens ondergronds een gerommel en een getril. Ja, wat zou dat nou wezen? De aardappels bleken tijdbommen te zijn. Tijdbommen waren noodzakelijk, hè? Omdat als je gewone bommen gooit, ontploft alles. En dan kan de vliegtuigen die achter je komen, kunnen niet meer zien waar het doel is. En het ging natuurlijk om een dun lijntje, het ging om die dijk. Dus al die rook en al die ellende die dat zicht ontnemen, die ben je dan kwijt. Tevens hadden die tijdbommen tot doel dat de Duitsers geen herstelwerkzaamheden konden verrichten aan die dijk. Van die gingen tot 24 uur na het bombardement gingen die bommen af. Mijn vader was ook klokkenluider op Kappingen. En die gingen iedere dag de torenklok opwinden. Die zei, ik ga eens even kijken wat of er gebeurd is daar bij Veren met die, wat ze eruit gegooid hebben. En die kwam terug beneden. Die zei, je moet eens komen. En dan hebben we de dijk bij Veren de lucht in zien vliegen. Zuilen van modder, stenen en water. Ongelooflijk. En harde dreunen. En dat duurde tot 8:30. En toen moest de klok opgewonden worden. En pa kwam terug. Hij zei, ik kijk er nu zo regelrecht het zeegat in. Het veersegat. Hij zei, heel de dijk is weg. Nou, dat is ongelooflijk. En nog niet begrijpen dat je dan de andere morgen in het water zit. Daar niet mee weg kan. Het huis aan de Schotse Hoek in Kappingen staat er nog steeds. Vandaag keert Maatje er na al die jaren terug. Buitengewoon genot om dit mee te maken. Oh. Oh. Hier tweepersoonsbed. Met mijn zus sliep ik. En de bommen in Veren waren gevallen. En niet bewust dat er water zou komen. En hier, op het eind van het ledekant, geklommen. Het dakraam omhoog gestoten. Alles onder water. En pa en moe op het andere kamertje. Wakker gemaakt. Het is al onder water. Uit bed naar beneden. Alles rondom in het water. En daar zagen we opa en oma Dingemansen op een eilandje. Zwaaien met een zakdoek.
Ze kon er niet af. Onbegrijpelijk. Opa en oma, opa had een bootje gemaakt. Wat toch een bootje noemt, maar die deed graag stropen en jagen van alles. Dat van deelt gehaald en zo naar het dorp gekomen. En ja, dan in het dorp liep alles vol van buitenaf. Alle mensen in het dorp, ook de dieren, koeien, paarden. Ja, er moest iets gebeuren en toen moesten we evacueren. En dan zijn we naar vrouw Polder moeten vertrekken met paard en wagen. En van hier nog wat buiten gezet. We dachten nog bed mee, een matras misschien. Kon niks mee. Alles moest blijven zoals het was. Er was nog een konijn geslacht. Mijn moeder had hem nog gebraaid. Stond beneden in de kamer op tafel. Ieder nam nog een stukje. En dat was het. En dan vertrekken. Ja. Meliskerke, Mariekerkseweg. Het huis van de familie Riemens. Zoon Rinus woont er nog. De zusjes, Maatje en Lina, weten nog goed dat het water tree voor tree omhoog kwam. Ja, eerst liepen de sloten vol. En dan, dan kwam het natuurlijk wel maar over. Want toen had je dan zo'n laagje en zo'n laagje. En ja, dan hongen we wel in de zolder. Dat dan wel. Maar nu kon dat ook niet mee. En dan ben je naar de kerk op het dorp gegaan. In de kerk, he. Daar ben je een hele berghuis s'avonds gezeten. Dit was droog. In de kerk van Meliskerke woonden wel 8 gezinnen. Dit is de kerk in beelden van John Fernhout uit zijn film Broken Dykes, die gaat over de inundatie van Walcheren. Binnen is maar 1 kachel, dus er moet om de beurt worden gekookt. Je sliep gewoon helemaal voren in zomaar bedden op de grond. Dat was echt, hè? En op Turgel, weet je wel. En onder Turgel, daar sliepen die anderen al. Maar ik heb ook nog boven op de banken in het middenschip geslapen. Oh, met Co. Yeah. Alleen de binnenstad van Middelburg, de duinen en rond de kerk is het nog droog. In de meeste dorpen zijn die hoger gelegen. Veel dorpskernen stromen dan ook vol mensen. Met spullen, zelfs met vee. De plattelandsbevolking die moest naar die dorpen toe. Om, ja, die boerderijen liepen allemaal onder water. Er waren geen voorzieningen meer, geen drinkwater. Het was daar niet om te leven. En dus in die dorpen kreeg je in plaats van gezinsbewoning, groepsbewoningen. Er woonden 3-4 gezinnen in 1 klein huisje. Omdat er veel te veel dieren op van die dorpskernen kwamen, kwamen de noodslachtingen. Er zijn noodhospitalen ingericht. Eerste hulp was er helemaal niet. Dat moest gegeven worden op die dorpen. Dat was eigenlijk niet zoveel doen met zoveel gezinnen in die kerk. Nou ja, die was dan ook maar 1 wc, zomaar naast de kerk, dat is ook zo. Het was eigenlijk toch wel een beetje niet verantwoord, Nebby. Maatje is vanuit Gapingen aangekomen in Vrouwenpolder. Met paard en wagen. Een angstige onderneming, want het water staat zo hoog dat de paarden tot hun rug door het water moeten waden. Ze worden ondergebracht bij Jan en Sanne Duvekot. Die hebben een klein huisje op de dorpsdijk. En die hadden zelf 5 kinderen en wij hadden toen 7. En dat ging allemaal goed. Dat was eerlijk delen. Dat waren zulke reusachtige mensen, buitengewoon. Maatje werkt intussen in een ziekenzaaltje dat is ingericht in de consistorie van de kerk. Ze moet er gewonde soldaten verzorgen. Ja, dat was erg. Dat was heel erg. Want er is een man doodgeschoten in de duinen. En dat is door de Duitsers gebeurd, want die dachten dat er een parachutist geland was. En dat was
je moest de koeien wachten en die moesten de koeien op het vroon houden. Niet, dat ze niet in de duinen bij de bunkers en bij munitie en zo konden lopen. En die man die deed koeien wachten en die is in zijn rug geschoten. En die had dokter Doeleman uit Sint-Laurens, die ook in Vrouwenpolder geëvacueerd was, geopereerd. Zonder verdoving is de kogel uit zijn rug gehaald in dat zieke zaaltje achter de kerk. Ja. En dan ben je 17 en dan weet je niet wat je meemaakt. Dat is verschrikkelijk. En dan is die man overleden. Het was een eerste confrontatie voor mij met dood. Ook na de bevrijding gaat Maatje door met het verzorgen van zieken en gewonden. En dan moest er een pad vrijgemaakt worden voor die duik om een stuk in de duinen mijnen vrij te maken. En dat kwamen na de bevrijding ook Engelsen doen. En die binnen in de lucht gevlogen. En dan ben er 6 van die jonge jongens. In het ziekenzaaltje gebracht. En die ben ook overleden. En ja, dat is al bloed en tranen. En ja, dat is... Dat beeld, dat komt hard aan. De zusjes Riemens, Maatje en Lina, blijven tot na de bevrijding in de kerk van Meliskerke. Van naar huis gaan is geen sprake. Eind november wordt iedereen gedwongen geëvacueerd. Walcheren was een open zee. Het was gevaarlijk en er was angst voor epidemieën. De leefomstandigheden waren ook bar, waarin het militair gezag op last van de geallieerden opdracht heeft gegeven om die dorpen zoveel mogelijk te ontdoen van inwoners die geen functie hadden. En dat was een heel pijnlijk iets, want iemand schreef ook oost, west, thuis, best, ook al staat mijn huis onder water. Ik wil hier niet weg. Maar ze moesten. Als je je onttrok aan de evacuatie, werd dat gezien als een misdrijf. De familie Riemens moet vanuit Meliskerke eerst met de boot naar Middelburg. Ook dat wordt gefilmd door John Fernhout. Het is 28 november 1944. Kijk, dat ben ik zelf. Ja, dat ben ik. En dat is Adrie Munter. Oh ja, ja inderdaad. En dat is Jo Melsen. Ja, die mag ook mee. Ja. En die, dan was het ook, dan spetterde dat dan iedere keer wel van dat water natuurlijk. En die zat dan ook in zo'n open bootje. En dan was ze allemaal bang dat die mussen zo nat zou worden. En hij riep, dan klaagde ze heel hard aan, oh, mijn mussie, mijn mussie. Dat heet ik ook nooit meer. Je met zijn dochter moet verschoning krijgen. Ja, hoe moet dat nu verder, hè? Hij is nog een regenjas aan, ook. Ja, en een regenkapje op, helemaal over de krullen. En ze zit heel goed. Moet ik het nou laten zien? Dat is... Zie dan, deze hier zo van voren, als kind wezende. En die had heel zo'n sjaal, of nou ja, omslagdoek noemden ze dat, over de rood. Ik zei, er zit een groot gat in dat die doek. En dan kom je eraan, bij Middelburg. En dan weet je ook glad niet, want daar weet je dan niks van. En dan ken je daar niks van, want ja, daar kwam je, neem je nooit ook. En dan word je die met z'n allen in zo'n barak geduwd. Of in die oude scholen, zou zij zeggen. Ja, het was in de oude... Maatje en Lina belanden uiteindelijk in Driewegen. In Zuid-Beveland wordt het gezin Riemens gesplitst ondergebracht. Ook Maatje Kesterlo moet Walcheren verlaten. Moesten we naar Kloetingen. We wisten niet waarheen. We moesten weg. We werden opgehaald. We werden in een duik, in een amfibievoertuig gestopt. Op de Polderdijk. Door het Veerse gat. En het kanaal naar Middelburg. Gedropt in de ambachtschool. In stro geslapen. Alles door elkaar. Mannen, vrouwen, kinders, baby's, alles. In donker. En dan werden we
opgehaald in Engelse legerwagens. Maar we wisten niet van het eindpunt. We werden ingeladen en we gingen rijden. En toen ging ik met mijn zus zingen op de Sloedam. Vaarwel, mijn dierbaar vaderland. Lief vaderland, vaarwel. Walcheren was ons vaderland. Was nooit ergens anders geweest. Ik beleef het nu meer. Ik beleefde het toen niet. Het gebeurde. Er zijn dingen in je leven die gebeuren. En dan gaan ze voorbij. Maar dit is bij mij nooit voorbij gegaan. Het is soms zo dichtbij. Soms dichterbij dan je denkt. Zeker in deze tijd. Moet er wel eens aan denken. Dat het ook hier weer kan gebeuren. Dat gevoel. Dat is een soort angst. Niet merkbaar voor je medemensen, maar voor jezelf. Gewoon de gedachte van, ja, dit kan toch zo niet verder gaan. Komt steeds dichterbij. Vroeger was ver weg heel ver weg. Maar tegenwoordig is ver weg heel dichtbij. Vaarwel, mijn dierbaar vaderland, lief vaderland, vaarwel. Verlaat uw dierbaar duin en strand, lief vaderland, vaarwel.